Deze zomer trekt Foca erop uit met de platenspeler. Samen duiken we in de muzikale wereld van Vlaamse ondernemers, waarbij CEO's verschillende verhalen uit de doeken doen. Hoe heeft muziek hen gevormd? Welke nummers inspireren hen? En op welke manier draagt dit bij aan hun creativiteit en motivatie? Mijn naam is Alessandra en in deze podcast laten we muziek en ondernemerschap samenkomen. En dat is de Foca Plaat. Foca Podcasts. Vandaag spreken we met Sven Marinus van Pluxy. Dag Sven, hoe gaat het met u? Goedemiddag, prima. Welkom hier bij Pluxy. Het is een heel mooi gebouw. We hebben al een kleine rondtour gekregen. Heel kleurrijk ook. We zitten hier in een mooie kleurrijke omgeving. Een fijne omgeving ook om onze allereerste Foca Plaat met jou op te nemen. Heb je er een beetje zin in? Ja, zeker en vast. En blij dat je het leuke kantoren vindt. Ja. De bedoeling is ook dat ze energie geven. Hè. Er is heel veel kleur ingestoken. Mm-hmm. Dus als je dat voelt, dan is dat alvast gelukt. Onze eerste vraag. Heb je een bepaald muziekgenre waar je zot van bent? Of waarvan je denkt, ja, daarvoor mogen ze mij echt wel uit mijn bed halen? Ja, goh, ik hou eigenlijk van heel veel muziekgenres. Dat gaat heel breed. Dus dat kan gaan van pop tot bossa nova. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook salsa muziek of zo. Ja. Daar word ik heel vrolijk van. En zijn er daar bepaalde nummers dat je zegt, goh, als ik nu echt kijk naar mijn pad in het ondernemerschap. Dat zijn nu nummers die mij echt gestimuleerd hebben of geïnspireerd hebben om in het ondernemerschap te springen. Wat ik zou zeggen, een nummer dat me wel inspireert en dat vind ik wel ergens iets zegt over het ondernemerschap, dat is bijvoorbeeld The Eye of the Tiger. Ja. Dat is een nummer dat gaat over vallen en opstaan, over doorzetten. En als je daarna luistert, is dat tegelijk zoiets dat zo wat een beat op. Dat u echt wel energie geeft, dat u ook klaarmaakt voor eventueel een belangrijk gesprek of voor een uitdaging, voor een match te winnen, zoals het eigenlijk ook in die film is waar het over gaat. Ja. En ik denk dat dat bij het ondernemerschap ook wel terugkomt. Absoluut. En zijn er dan bepaalde stukken in de tekst dat je echt belicht, dat je echt zegt, daar zijn toch stukken in die tekst die extra veel motivatie geven? Of is het over heel het nummer een beetje gelijk? Ja, er komen verschillende fases in die tekst. Hè. Maar ik denk Rising Up is zeker iets dat je ergens in gang zet, u klaarmaakt. Ja. Dat stukje vind ik zeker dat aanspreekt. En je luistert dat dan voor moeilijkere of echt uitdagingen dat je dan tegemoet gaat? Maar luister je dat ook effectief tijdens het werken of ga je dan naar een totaal ander genre? Nee, niet noodzakelijk. Eigenlijk, als je die vraag stelde, dan kwam dat niet meer altijd in mijn hoofd terug. Zo van, ik zal zeggen, misschien dat ik er wel eens naar luisterde destijds, als ik meer in een commerciële rol zat en ik moest naar een afspraak gaan. Te zeggen, van, ik wil een beetje een goede power voelen, zodat dat ook doorkomt als je met andere mensen spreekt, dat ze dat voelen. Tijdens het werken zelf, dan zal ik eerder misschien instrumentale muziek opzetten. Ik vermeldde er net, zoals een bossa nova, zo'n sfeer op de achtergrond, die niet te veel aandacht vraagt, maar wel ergens de kamer meevult om je in een ontspannen sfeer te brengen en toch tegelijkertijd toelaat om je te concentreren op bepaalde thema's. En zijn er in je carrière al bepaalde liedjes geweest waarvan je zegt, als ik het moeilijk had, zijn dat wel liedjes die mij er wat doorgeholpen hebben of die mij extra motivatie gegeven hebben, extra inspiratie misschien zelfs om zaken op te lossen? Ja, ik heb erover nagedacht. Ik kon zo niet direct op iets komen. Mm-hmm. Waar ik dan wel op uitkwam, dan ga ik een beetje verder terug in de tijd, toen de periode van de examens, bij het studeren. Dan had ik zo de neiging om altijd wel Mozart op te zetten als ik naar een examen moest gaan. En er was dan zo'n operanummer, Don Giovanni, dat ook zo opbouwt en dat die ook op een bepaalde mindset brengt. Mm-hmm. En daar ben ik dan ook zo terug op uitgekomen als je bij deze vraag. Dus dat is ook zo'n muziek. Opnieuw klassieke muziek, dat is weer iets anders. Mm-hmm. Maar dat kan ook ergens inspireren. Dat kun je naar blijven luisteren. Mm-hmm. Dat word je niet beu. Ja. Wel dus een totaal ander genre als we kijken naar u in uw studententijd en dan nu volop in uw carrière. Is dat echt zo'n evolutie doorheen de jaren? Of luistert je nog altijd heel graag naar beide stijlen?
Ja, ik luister daar nog graag naar. En ook in mijn studententijd was het niet alleen klassiek, hoor. Ik luisterde zeker ook naar andere types muziek. Maar ergens had die iemand gezegd dat je slimmer werd van een Mozart te luisteren. Afval. Dus dan dacht ik, als ik naar een examen ga, kan maar helpen. Mm-hmm. En dan ben ik die gewoonte beginnen gebruiken, puur in de examenperiode, om dat te gaan opzetten. Dus is dat nu zo? Dat weet ik niet. Maar ik heb er alleszins wat meegenomen. Maar uiteraard, bij het uitgaan of in andere contexten, dan mocht het wel eens wat meer rock of pop zijn. Of zoals ik daarnet zei. Ik heb ook in Brazilië gewoond, dus in Latijns-Amerika. Dus daar heb ik dan andere stijlen van muziek leren kennen. Ik denk dat we vroeger ook, ik ben een kind van de jaren 80, werd er nogal eens in hokjes gedacht rond muziek. Mm-hmm. Dan, ofwel hield je van hardrock, maar dan mocht je niet van pop houden of vice versa. Ik denk dat vandaag de dag helemaal anders is. En toen zat ik misschien iets meer aan de hardrockzijde als ik nog een scholier was. Mm-hmm. En eigenlijk ben ik naar Brazilië gegaan, ik was toen 17, 18 jaar, is mijn wereld veel meer open gegaan en ben ik andere muziekstijlen beginnen appreciëren. Muziekstijlen die we ook niet noodzakelijk kenden in België. Dus die Latijns-Amerikaanse muziek, die bossa nova, die samba, die salsa, ben ik daar enorm beginnen appreciëren. Ook reggae. Dus ik zeg het, al die stijlen die ook wel een beetje passen bij dat tropische klimaat. En dan ben ik me eigenlijk beginnen afvragen van waarom moet ik nu van ene muziekstijl houden? Waarom is het niet toegelaten om ook van die andere stijlen te houden? En dat heeft eigenlijk zo wat alles opengetrokken. En eigenlijk vandaag luister ik heel graag naar heel veel verschillende stijlen, een beetje afhankelijk van de mood of de context. Dus nu een heel gevarieerd palet aan muziekstijlen. Maar is er ook een bepaalde artiest waarmee dat je soms kunt identificeren? Of dat je zegt, goh, die zijn stijl van muziek of de songteksten misschien sluiten heel nauw aan bij mij als persoon? Mm-hmm. Dat is een goede vraag. En ik heb daar zo niet direct ene die ik daar kan uitlichten. Terwijl je de vraag stelt, dacht ik enerzijds aan een Toets Tielemans, die ooit de Brazil Project gemaakt heeft. Ik weet niet of je die plaat kent. Dus die is eigenlijk die muziek van Ginder gaan combineren met Westerse muziek. Mm-hmm. Hè? Dus die heeft die twee samengebracht. Dus ik vind dat wel een zeer inspirerend artiest. Trouwens ook iemand waar dat we fier op kunnen zijn hier in België. Die was er ook in een vroegere deelte van mijn carrière, heb ik nog bij Brussels Airlines gewerkt, bij zijn Brussels Airlines, bij de opstart. Na het faillissement van Sabena is hij ook gekomen naar de eerste lancering van SM Brussels Airlines, was hij aanwezig om dat mee te ondersteunen. Hij was ook altijd een grote fan van onze nationale luchtvaartmaatschappij. Hij vloog ook regelmatig naar New York. Dus dat vind ik absoluut een heel inspirerende artiest, maar ik kan niet zeggen, zijn teksten inspireren mij, want het was meer muzikaal natuurlijk. Hè, maar dat kan ook zeker. Ja, maar dat is zeker iemand die ik toch wel enorm bewonder als artiest. En nu ben je CEO bij Pluxee, een groot bedrijf. We hebben hier net de rondleiding gekregen, zoals ik al zei. Veel mensen die hier te werk gesteld zijn. Hebben jullie als team ook een bepaald lied? Of heb jij een lied waarvan je zegt, goh, dat past wel echt bij ons als Pluxee zijn? Ja. Wel, ik ga dan de muziekstijl even terug aanhalen van salsa. Waarom? Omdat je dat niet alleen danst. En dus ik denk dat wij inderdaad een bedrijf zijn waar het teamspirit heel belangrijk is, waar je moet samenwerken om iets te bereiken. Niemand kan iets alleen doen. Dus dat vind ik wel een beetje terug in die stijl. Het is een dans die je samen moet dansen. Tegelijkertijd ook heel vrolijke muziek. Je wordt daar blij van, het geeft energie. En ik denk dat allemaal aspecten zijn die wel passen bij waar Pluxee vandaag de dag voor staat. Het is ook een fris en een jong merk. Er zit veel beweging in, veel kleur. En dat zijn zaken die ik in de salsa muziek wel zie terugkomen. Maar geen specifiek nummer waarvan ik heb zo geen nummer in gedachten. Ons team, dat past wel echt bij dat nummer. Misschien ook Eye of the Tiger. Zou kunnen. Ja, die tekst is zeker inspirerend. Mm-hmm. Dus, het is een feit dat we dat nummer wel gebruikt hebben op onze laatste staffparty. Om een beetje de speeches te starten. Was er zo wat muziek voor op het podium te komen. En voelde ik wel dat iedereen in de zaal geanimeerd geraakt. Dus misschien moeten we dat dan gaan kiezen als nummer voor de toekomst. Waarom niet? Ik denk dat zeker een goed idee is. Ja. Dus om af te sluiten, Pluxee, toch vergelijken met Eye of the Tiger. Een jong speels bedrijf, kleurrijk en heel veel salsa. Ja. Ik wil jullie ook heel hartelijk bedanken om deel te nemen aan onze VOCA-pleit. Het was heel fijn om het gesprek met jou te kunnen voeren en om heel het DNA en de werknemers van Pluxee daarbij ook een beetje beter te leren kennen. Dank je wel. Graag gedaan. VOCA Podcasts.